Oh my god, mensen. Vandaag is zondag. Dus zeg we. Hopla. Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi. Goedendag. Nieuwe Razor Reel Film Festival dag. Voilà. Om te zo noemen, of weet ik veel. Maar vandaag is dus een beurs op het Razor Reel Film Festival. En wij gaan er zelf ook staan. Anoukske is achter ons aan het trainen. Voilà. Ah ja, achter mij aan het trainen. Voilà, daar is ze. En ja, we gaan mijn volledige DVD-collectie verkopen vandaag. En nog wat Blu-rays en weet ik veel dat ik allemaal niet meer moet hebben. Aan heel goedkope prijsjes. En ja, we gaan er weer een leuk dagje van maken. De beurs is van 10 uur tot 6 uur. Maar dan om 6 uur begint er weer een film. En dan om 8 uur ook en 22 uur 15. Dus ik ga proberen voor die drie films ook dan nog te zien vanavond. Maar het is te zien hoe moe dat gaat zijn. We gaan het wel allemaal zien met mensen. Ja. Weet wel. Goed, dus we gaan er weer een leuk dagje van maken. En hopelijk gaan we vele centjes verdienen. Let's go. Yo. We zijn hier aan het heel de stand staat hier al klaar. En, het is hier al een professional volledig aan het kijken hier. Maar, ja. Dus het is eigenlijk simpel, het is allemaal 50 cent stuk. En dan dat is hier allemaal 1 euro het stuk. En de Blu-rays zijn ook 1 euro. Dus voilà, laten we er maar een keer gaan, zou ik zeggen. Ik heb al een klein beetje verkocht, al hoeveel hem al? Een goede, dikke. 10 euro al? Denk nog maar 10 euro aan. 13,5. 13,5, voilà. Dat zijn al 4 broden, ja? Ja, maar ja, tegenwoordig, we weten het erbij. Maar we zullen dan al die gaan, toen hebben we al 6 broden. Lazi mensen, mensen zijn hier allemaal goed aan het kopen en aan het doen. We hebben al veel verkocht. Maar kijk, wie is er in uw weer al? Maar jongens, twee keer op twee dagen, dat kan toch niet? Nog alleen een derde keer en dan ga ik tracteren. Mijn idool, oh my god. Zeg het een keer, wat heb je hier allemaal gekocht? Ik heb Elvis. Elvis, jupla. Van een Arrow van Rabbit, David Cronenberg. Dus Arrow, dus dat is altijd goed. Dan James Gunn, een van zijn eerste films. Hola. Ja. Dan Dr. Sleep, die had ik nog niet. Die heb ik ook onlangs gekocht, ja. Maar ik heb zelfs de eerste nog niet gezien. Ah, ja. Nee. Oké, okay, ja. Dan gaan we zwijgen. Dan gaan we zwijgen. Als je de Shining niet gezien hebt. Ja, ik weet het. De Saw collectie. Volledig? Ja. Behalve Spiral zit er niet in, maar dat is de nieuwste. En behalve de team ook niet. Ja. Nee. Dat kan. Dan een upgrade van mijn favoriete film Seven. Vrij goed. Van DVD naar Blu-ray. Upgrade van No Country for Old Men. Ik vond dat zo... Ik vond dat een beetje sorry, ik weet niet, ik vond dat echt sorry. En dan The Wrestler had ik ook nog op DVD. Dat is wel een vrij goede film. Heel goede film. En dan, die had ik nog niet in de collectie. Een van de betere horrorfilms, recentere horrorfilms. Voilà. Het zijn ook veel mensen die dat niet graag zien. Hè. Heb jij dat al gezien? Ik heb dat al gezien, maar ik herinner me niet veel meer van. Oké, okay. Ik vond dat Het is al lang geleden. Ja, voilà, dat was het. Running Man, hè? Nee, geen Running Man. Dus ja. En ik ben heel content met de vangst. En wat vinden van de beurs? Van Michael Jackson. Ghost? Ah, ik heb juist de VHS verkocht van Ghost. Van Michael Jackson? Ja, kijk. Juist 52 cent dat hij rent. Echt, geen zeven. Dat hou. Ja. Waarom? En pijs dat hij zelfs... Hij zit precies hier in die doos voor die mens. Toen ben ik even. Is die niet veranderd? Nee. Ik ben niet zeker, maar denk het wel. Nee, maar ja. Toen ik. Nee. Ja, daar. Hier, een ding. Is dat? Ja. Ah, oké.
Dat is eigenlijk al vanmiddag dat je hem nog een keer toont, hè. Ja, hè. Even omhoog, omhoog, mensen, omhoog. Ja, kijk, wat vond je eigenlijk van de beurs? De beurs is goed. Goed, hè? Ik heb met Raf daar juist gespraat. Gespraat? Gepraat, ja, dat is nog uit. Ja, ik ga dat niet, dat is hier geen movie gaan, matters, hè. Dat niet editen. Nee. Dus ik heb gepraat met Raf. Wat? Het is de eerste keer dat de grote zaal voor de films is, blijkbaar. Ja? Dus ik denk dat je volgend jaar ook hier gaat staan. Hola. We kunnen gewoon naast elkaar staan. Wilde dat wel? Ja, of niet? Ja. Ik wel, maar misschien. Maar ziet dat je mijn witte kabinetten steken? We dachten gisteren al dat je ons beu waart. Ja. Daarmee dat je naar die exorcist kwam. Dat kwam, ik durf het niet zijn. Nee, ik snap het. Goed, ja. Allee. Zeg, nog veel plezier, hè? Ja, heel goed. Joop. Wat was die meisje? Oh shit. Hallo Remzi, meneer de YouTuber. Ja, de Remzi is hier ook. Hij heeft al mega veel gekocht aan mijn kraam. Oké, nee dus. Toen ik heb wat hij al veel gekocht. Ja man, wat is dat eigenlijk? 4K of? Nee, dat is weet het zo zelf niet. DVD gewoon. Ik kan niet ook aan welke afspel. DVD? Het was de Target exclusive. Maar hij is wel dat Region 3 hebben. Het zou hebben op Cell in USA only. Ah nee, nee, had niet kunnen afspelen. Nee, kijk. Wil er wel. Nee, hier. Regio 1. Dat is Regio 1. Ai. Ja. Nee. Weet u dan zou bij ons noemen? Miskoop. Dan moet je een hele goede kop in de DVD spelen. Ja, de DVD-speler van de Burger, van de Medium, dat is de goedkoopste. Die spelen allemaal regio 1. Maar IBM, het is al goedkoop. Oh, shit. Remzi, mijn vriend. Remzi, niet weglopen. Remzi. Wil jij mijn vriend zijn? Wel voor je gratis Blu-rays. Ja, dat zou wel zien. Hoe zijn die herken ik hier toch? Profiteurs. Weet wat we nu gaan doen? We gaan hem een keer rondgaan en gaan een keer tonen wat er eigenlijk allemaal te zien is. Let's go. Yo. Voilà mensen, de beurs is gedaan, maar voor mij is het nog niet gedaan, want we gaan hier nog een paar films checken. Er zijn twee films dat we gaan spelen, Bitten en Vermin of zoiets, weet ik dat was. Ja, Vermin, het is een Franse film, dus daar gaan we nu naar kijken. Dus ik ga weer naar binnen gaan, Anouk is naar huis. We hebben een goede dag gehad. Ik denk dat we ongeveer een kleine €300 verkocht hebben. Maar allemaal natuurlijk aan 50 cent stuk. Dus ideaal.
En ja, we hebben weer toffe mensen leren kennen. Ja, het was, en vele, vele toffe mensen gezien, ook van de Facebookgroep en al, van Die Hard Film Liefhebbers en de Film Freaks serie, weet ik veel. Dan krijg ik weer onder mijn voeten omdat ik de groep niet juist uitspreek. Maar maakt niet uit. Kijk, we gaan naar binnen gaan en we gaan nog twee filmpjes checken. Ja, dat gaan we doen. Je hebt ook gezien dat ik de handtekening gekregen heb van Willy Lindhout. Ik ben zo slecht in naam, dat is niet normaal. Ik onthoud dat weer allemaal niet. Dus van de tekenaar van de Urbanus strips. Maar er stond al heel een tijd een mega lange rij. En... maar opeens, ik stond aan mijn stand en één keer kwam hij zelf een keer rond. En ik dacht van, oké, nu is gewoon mijn moment. Dus ik heb gewoon niet moeten wachten. En hij heeft dan gewoon even neergezet. Hij heeft dan, like dat je gezien hebt in de video, een Urbanusje getekend met zijn handtekening erbij. Dus ja, gewoon de max, hè, ja. Dus dat ik dat nu ook heb. En ook de regisseur van Bitten heeft ook mijn... ik kan het eigenlijk zelfs een keer tonen. Voilà. Ja, zo. Kijk, ik ga het tonen. Ik ga het gewoon tonen, mensen. Het komt allemaal goed. Zo. Voilà. Zo. Voilà, zie. Dus, het is Bite. Sorry, het is niet Bitten, het is Bite. Dus Kevin enjoyed the film. En dan heeft hij ook zijn handtekening erbij gezet. Dus cool dat ik dat nu heb. En nu gaan wij naar die film gaan kijken. Let's go. Yo. Dat is juist hebben we dus twee films gezien. De ene film was Bite. Die was een beetje zo. Het was eigenlijk eerder een B-film. Maar allee, het was niet dat het slecht was. Maar gewoon goed voor één keer te zien. En dat is het. Maar dan hebben we... niet normaal. Ik heb echt een super goede film gezien. Dat noem Vermin. Maar ik dacht dat Verm... Wacht ze. Verms of zo was, maar het was blijkbaar een Franse film, Vermin. Maar dat was echt niet normaal. Dat was zo'n goede film. Dat was gewoon Arachnophobia 2.0. Echt, dat was gewoon super goed. Ja, dus like dat ik zei, een Franse film die eigenlijk gaat over spin, over een jongen die thuis komt. Maar die eigenlijk een volledige collectie exotische dieren heeft. Allee, dieren, reptielen, of hoe noem je dat eigenlijk? Oh, weet ik veel, spinnen, slangen, weet ik veel. Als toestand. Maar pff, niet normaal. Niet normaal. Dus hij komt thuis met een spin. Hij had nog geen spin, maar die spin breekt uit. En die spin blijkt dan nog zwanger te zijn. En heel dat appartementgebouw, echt waar. Maar het is zo goed gedaan, zo creepy. Niet normaal, ik zat de hele tijd met kippenvel, ik zat de hele tijd zo bezig. En ja, het was echt een mega goede film. Maar toen erachter, als de film gedaan was, dus je krijgt elke keer een blaadje met, dat je score kunt geven. En ik denk dat bijna iedereen hem gewoon de volle score geeft, van 5 sterren of zo. En, het was gewoon echt een super goede film. Maar ja, kijk, het is nu. Kijk. Het is nu 10 na 10. Normaal speelt ze nu nog een film. It Lives Inside Me of zoiets. Dacht ik dat was. Wacht even, kijken. It Lives Inside. Maar dat ga ik nu niet doen omdat ik morgen vroeg moet gaan werken. En anders ben ik maar 's nachts thuis en ik wil deze nog naar de fitness gaan, dus ja, dat gaan we gewoon niet doen. Dus die film gaan we wel skippen. Maar voilà, dus de volgende keer dat ik hier terugkom zal volgende week donderdag zijn, 2 november. Dan is het eerst kortfilms en dan zijn er nog 3 films achter elkaar weer die gaan afspelen. Dus ja, kijken we al naar uit voor terug te komen.
Maar ja, kijk, wat, dat was de video voor vandaag. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video en ik zou zeggen tot de volgende keer voor een nieuwe dag, voor een nieuwe Razor Reel Filmfest dag, vlog, video. Oké, allez, salut. Hoi.